Afgelopen zaterdag was de grote dag voor Ruud van Nistelrooy en zijn Leontien. In het bijzijn van honderden vrienden en familieleden gaf hij het jawoord aan zijn jeugdliefde. Minstens net zo spannend was het voor Arie van den Kromakker, want hij ontwierp de jurk van Leontien. Heel Geffen en Hees stonden zaterdag op zijn kop. Tientallen cameraploegen, fotografen en zelfs buitenlandse journalisten waren op het huwelijk van het jaar afgekomen. Alle ogen waren natuurlijk gericht op de bruid en dan vooral op de jurk. En iedereen was het erover eens, Leontien straalde in het ontwerp van Addy. De reactie van Ruud was geweldig. Hij was echt zwaar onder de indruk en hij heeft me naderhand ook gecomplimenteerd. Hij was echt helemaal weg van. En ja, ik merkte gewoon dat hij haar fantastisch eruit vond zien en daar was ik ontzettend blij mee. Vooral in de sluier zit behoorlijk wat werk. De sluier was van zijde tulle. En de randen waren van met kant geborduurd en daar zaten duizenden kristallen kraaltjes op. En daar is echt veel handwerk heeft daarin gezeten om al die kraaltjes daarop te krijgen. Addy bleef de hele tijd in de buurt om, mocht er iets gebeuren met zijn creatie, direct in te grijpen. We hadden natuurlijk een tas bij die met spelden en met poeder voor vlekken en met garen en naald en draad. Dat op het moment dat er iets gebeurt, dat je natuurlijk meteen toesprint en dat je het meteen verhelpt. Maar ondanks de goede voorbereiding ging er toch nog iets mis. Ik zat in het directe gevolg achter de bruidspaar in de auto. En op het moment naar het gemeentehuis kwamen er een paar andere auto's of er ging wat mis. Ik kwam in ieder geval net iets te laat aan, waardoor de bruid alleen moest uitstappen. En dat was te zien. Leontien stond even te klungelen met haar 4 meter lange sluier. Maar het bruidspaar was te verliefd om zich daar druk over te maken. Dat straalt er vanaf dat ze echt heel erg verliefd op elkaar zijn. En ook de manier waarop ze in de kerk naar elkaar keken. En als je dat van dichtbij meemaakt, dan zie je dat gewoon. Die passen bij elkaar en het is een fantastisch paar om te zien. Wat ik het grootste compliment vond, dat echt iedereen vond dat het echt Leontien bleef. Dat het echt een jurk was die helemaal 1000% bij haar paste. En ja, een groter compliment kun je niet krijgen. Nou, Addy, chapeau. Het huwelijk van de Beckhams lijkt bijna niet...